Hi. Ik wil even met je terug naar de Naardense ministerparkschool, als je het goed vindt. Ja. Je bent daar op een gegeven moment heb je de schoolkrant gedaan en schooltheater. Ik was benieuwd, voor de schoolkrant deed je interviews. Welk interview met welke bekende Nederlander je het meest is bijgebleven? Jan Mulder heb ik toen geïnterviewd, want die kwam net in Bussum wonen, waar die school is. Die school zit in Naarden. En die ging bij Ajax voetballen. En 73 was dat eerst? Was in 75. 75. Nee, 73, ja. Ja, je hebt gelijk. 374. En ik ben een keer naar Herman van Veen gegaan. Die gaf een. Dat heb ik ook geïnterviewd namens de schoolkrant. Dus je twee, zeg maar, je twee ja, liefhebberij? Ja, ik was een beetje leraar. En ja, ik vond dat een schoolkrant moest ik wel iets meer zijn dan andere schoolkranten. Ja. Ik wou wel een beetje de kant uit van schrijven. En ik had nog geen idee toen, ik was 16, 17. Dus ik was, ik was al 19, ik was hartstikke oud, dus ik was heel vaak blijven zitten. Maar ik wilde meer met die schoolkrant doen. Ja. Dus vandaar dat ik toen dat ben gaan doen, ja, een beetje. En wat is je bijgebleven, zeg maar, van de interview zelf? Ik bedoel, had je zoiets van, had je een Jan Mulder vroeg aan het eind of ik op kon passen bij hem. En toen heb ik op Jury gepast. Okay. Daarom is het zo goed gegaan met Jury later. Ik was een van zijn eerste oppassers, maar dat heb ik ook al eens in een van mijn boekjes beschreven. En wat heb je hem geleerd, Jury? Ja, dat hij goed luistert en dat hij goed Nederlands spreekt. En hij is daardoor is hij een van de betere analytici geworden. Dat komt door mijn manier van oppassen. Oké, okay. En waarom vroeg hij dat aan jou? Omdat hij daar net woonde en ik zo'n keurig kakkertje was. En ik kwam daar en hij dacht, die gozer kan wel oppassen. Zo simpel. Oké. Okay. En Herman van Veen? Herman van Veen gaf een soort schoolkrantenpersconferentie in Gorkum. En dat was alweer eerder, was denk ik in 72. En toen ben ik daar naartoe gegaan, afgereisd. En heb ik een hele tijd een repetitie mogen zien van achteruit de zaal. Wat ik gezien, wat ik nu doe, mijn vakgebied, wel leuk vond. En daarna gaf hij een soort aan een aantal schoolkranten. Mochten we vragen stellen. Nou ja, we waren allemaal bloednerveus. En alle vragen waren natuurlijk alles gesteld. En welke vraag had jij gesteld? Ja, weet ik veel. Weet ik niet, ja. En wat bijvoorbeeld viel je op, zeg maar, van die repetitie? Heb je daar nog? Nee, joh, ik was hartstikke jong. Ik zat te kijken. Ik zat daar achter in het donkere theater. Dat was het gewoon. In mijn herinnering was het theater enorm. Als ik er nu sta, denk ik, wat een klein zaaltje. Maar ja, het maakt niet uit. Oh. En wist hij het later nog? Want nu, zeg maar, nee, ben je gewoon collega's. Ik was een van die... Oh, een van die... Oh, ik dacht dat je echt persoonlijk was, maar het was echt gewoon een conferentie. En ik heb later... Ik kom nu ook heel vaak jongens tegen die zeggen, ik heb u toen geïnterviewd voor een schoolkrant. Ik kan me dat vaag nog wel herinneren dat ik toen in Dokkum, vlak voor aanvang van de voorstelling, even met een jongen heb zitten praten. Maar ja, het is terecht dat hij het wel weet en dat ik het niet meer weet. Ja, dat klopt, is logisch. Even kijken, en je hebt er ook op die school, schoolcabaret, heb je 2 dagen opgetreden, ja. Als ik het goed heb. Wat was het thema van dat? Wat toen ook al, wat nu nog mijn thema is, de liefde en de dood. Gewoon, en de onzin waar iedereen zich over opwint en waar mensen druk over maakt en hoe we langzamerhand. En dat heeft allemaal niks geholpen als ik het erover heb. Dat maakt niet zoveel uit. Nee, het is eigenlijk... Ik heb een vrij zinloos leven tot nu toe. Oké. Nee, maar ik was wel heel benieuwd, want het stond ook in je biografie van dat was echt de eerste keer dat je echt met beide... Nou, dat was niet de officiële school, dat was daarna. Ik had een cabaretje bedacht en ik had dat zaaltje gehuurd van die school. Oh, zo. Ik heb in die school opgetreden en ik had daarvoor met de school ook wel eens opgetreden. Maar het was een streng christelijke school, dus ik kon niet zoveel zeggen als ik nu kan zeggen.